Welkom bij aflevering 5 alweer van Lani's Lijstjes. Met deze week, ja, het was Koningsdag. Prins is vorige week overleden, dus de beste prinsen en prinsessen in games. Hoewel deze prins in 2010 zijn laatste openbare opwachting maakte, blijft Prince of Persia toch wel een icoon in de koninklijke gamewereld. Begonnen in 1989 en in totaal 8 games, 2 reboots en 1 film verder, lijkt de beste tijd voor de prins. I will remember you. Will you? En dan toch op te zetten. Toch blijf ik, en ik denk wel anderen met mij, hopen op een vervolg op de serie Prince of Persia. This is my destiny. To save this kingdom. To save this world. I am the Prince of Persia. Prince of Persia, The Forgotten Sands. Wat is er nou vetter dan gered worden door een prins op het witte paard? Juist, gered worden door een loodgieter met toffe snor. Het overkwam prinses Peach. Ja, oké, misschien is gered worden door een oger net iets toffer, maar ja, als je gameserie begonnen is in 1985, je al meer dan 150 games op je naam hebt staan en ook in 2006 je eigen gameserie hebt gekregen onder de naam Super Princess Peach, ja, dan ben je ook wel redelijk badass, hoor. Hey, weten jullie nog die ene keer dat ik de Hero van Brightwall een sukkeltje noemde? De tegenstander van de Hero van Brightwall, die, laat het wel stellen, een beetje een sukkeltje is. Dat meen ik niet echt hoor, want ik heb op zich best wel respect voor je als je een koning van zijn troon weet te stoten en daarna zijn taken naar behoren redelijk overneemt. Ik hoop maar niet dat je daardoor, zeg maar, andere mensen ook gaat inspireren om hetzelfde te doen, want het kan best wel een bloedbad worden. Peter! Change is coming. A hero will emerge from the darkness. To stand up to the crown. What are you doing here? The war room is no place for a child. To start a revolution. Karakter is belangrijk, maar je moet er ook mee over straat kunnen. Dat is een uitspraak voor mij die Theo Maassen ooit heeft gejat. En daar hebben we nu nog steeds een langlopende vete over. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat om Prinses Kitana uit Mortal Kombat. Enerzijds heeft ze een pittig karakter en anderzijds heeft ze een uiterlijk om voor te moorden. Daarnaast is haar tweelingzus niet eens echt haar tweelingzus. Het is gewoon een kloon van haarzelf. Dus wow, 2 voor de prijs van 1. En ze is goed met vlijmscherpe voorwerpen, dus ze zal vast ook wel goed kunnen koken, toch? Finally found a way to kill me. I know of many. Prinses Zelda kennen we allemaal. Waren het niet dat het overgrote gedeelte van de wereldbevolking denkt dat Zelda degene is met het Master Sword en het mooie groene hoedje? Nee, toch is Zelda voor mij de ultieme monarch. En waarom? Omdat zij degene is die niet hoofdpersonage is, maar wel de gehele serie naar zich vernoemd krijgt. Daarna kan ze zich ook goed redden in een gevecht en is ze mooi en blijkbaar is het waard om heel Hyrule voor te redden, toch? Daar kan onze Willy nog een puntje aan zuigen, want als hij nou echt zijn best had gedaan, dan hadden wij wel gewoon in Willemland gewoond. Hey! Of Williland. Of Willonië.
Dat was aflevering 5. Alweer van Lenny's Lijstjes met een iets andere insteek dan dat ik vorige week eigenlijk had beloofd. Maar ja, er kwam natuurlijk het overlijden van Prins en Koningsdag tussendoor, dus ik moest deze gewoon doen. Ja, wat willen jullie volgende week graag zien? Ik zat zelf te denken aan de beste muziek in games, dus niet de soundtracks, maar echt het gebruik van muziek in games. Heb je daar een suggestie voor? Laat het hieronder achter en natuurlijk ook als je suggesties hebt voor andere dingen. En dan hebben we volgende week vrijdag natuurlijk weer een nieuwe Lenny's Lijstjes.